Dit is de eerste vlog die ik ga maken voor Dommeland en hopelijk komen er nog meer. We moeten even kijken hoe het gaat werken. Natuurlijk start deze vlog dan op Campina, zeg mijn thuisbasis, mijn natuurgebied waar ik het meeste ben. En hier vlakbij huis Campina, daar loop ik vele wandelingen regelmatig met allerlei mensen bij me. Maar ook met Boksel natuurlijk. En ja, de herfst is nu aangebroken. Dat kun je prachtig zien op een aantal plekken. Je zult al paddenstoelen zien, maar ook hele mooie kleuren van bomen. En ik laat hier ook eventjes deze omgeving zien. Nou, waar ik het in mijn vlog allemaal over ga hebben, dat weet ik nu nog niet. Maar in ieder geval één ding is zeker. Nu wil ik het even hebben over Van Gogh Nationaal Park. Jullie kijkers van Dommeland gaan toch allemaal stemmen natuurlijk op ons prachtige Nationale Park. Van Gogh Nationaal Park. Heel simpel. SMS natuur spatie 10 naar 1008. En dan worden wij waarschijnlijk het mooiste gebied van heel Nederland. Waar ook de Campina en jullie eigen Bokselse Campina ook bij hoort. Nederland heeft heel veel bijzondere natuurgebieden. En daar vind je heel veel speciale planten en dieren waarvan sommige zelfs zeldzaam zijn. Maar misschien niet iedereen weet hoe uniek onze natuur is en wat je er allemaal kan zien en beleven. Een van deze bijzondere Nederlandse natuurgebieden is Van Gogh Nationaal Park. Maar wat maakt dit gebied nou zo bijzonder? Al jaren zet boswachter Frans Kapteijn zich in voor de bescherming van het gebied. Het Van Gogh Nationaal Park is het mooiste natuurgebied van heel Nederland en dat komt omdat er een ongelooflijke variëteit is. We hebben hier prachtige beekdalen met meanderende beken, mooie broekbossen, hele prachtige bossen waar vennen als parels in liggen te schijnen. We hebben natuurlijk ons thuislandgebieden, we hebben zeg maar een overgang van Nederland naar België toe, dichte bossen. Van Gogh heeft hier rondgezworven en heeft niet alleen maar gekeken naar de schoonheid, maar ook gekeken naar de arbeid, naar het leven. En dat zie je nog steeds in ons Brabantse land en zeker in het Nationaal Park Van Gogh. En het boerenland, er liggen nog heel veel kansen om daar zaken te ontwikkelen als fietsroutes, wandelroutes, zodat het landschap weer één geheel gaat worden. Ja, dan dwaal je gewoon weg in je gedachten als je daar op het lopen bent. Je kunt maar op één Nationaal Park stemmen, dat is Van Gogh Nationaal Park. En anders kom zelf maar eens kijken. Van Gogh Nationaal Park is een van de 13 genomineerden voor de publieksverkiezing Mooiste Natuurgebied van Nederland. Een verkiezing die bedoeld is om de natuur in Nederland nog eens extra op de kaart te zetten. Vind jij dat het Van Gogh Nationaal Park moet winnen? Ga dan naar mooistenatuurgebied.nl en stem.